En vanmorgen om 6 uur werden we wakker door een hele hoop geschreeuw. En ook weer politie. En toen hing hij uit het raam van de eerste verdieping en stond op de kap van het rolluik. Wat het op een gegeven moment begaf. En toen viel hij naar beneden en toen kon de politie hem met 4 man, want hij was echt helemaal door dolle heen, hebben ze hem dus meegenomen. En voorheen die schietpartij ook nog eens een keer, dan ga je toch wel alert worden. En ik ga al niet met de achterdeur uit, ik ga via de voorkant naar buiten toe. Het is al wel een half jaar zeker al aan de gang, ja. We hebben op de eerste 2 verdiepingen veel alleenstaande dames wonen. Die zijn gewoon bang. Maar wat kunnen wij als bewoners eraan doen? Politie in de nacht schakelen. En hoe heet het? Tjaka zelf vragen, maar dat doen we dus gewoon niet meer. Heeft geen enkele zin meer. We zitten eigenlijk al een hele tijd met dit probleem. We hebben in juli een overleg gehad met de bewoners hier uit de buurt van onze flat en de gemeente. Nou, die hebben een onderzoek gedaan en het was blijkbaar niet ernstig genoeg om verdere stappen te ondernemen. En dat komt bij ons natuurlijk heel vreemd over als je dus wekelijks met deze problemen geconfronteerd wordt. Politie, GGD en gemeente qua huisvesting of hoe heet het, huisvestingszaken. Ik denk dat die maar eens nader moeten kijken.